Hi Simmers, Kim Puls hier en welkom bij een nieuwe video. We zijn hier op een lege kavel, want ik ga dus een nieuwe bouwchallenge starten. Een challenge waarvan Tesselade laatst dus met een speedbuild video online is gekomen. Een huis bouwen waarvan elke kamer telkens één tegel groter wordt. Nou wil ik het dus in losse video's gaan doen, want het lijkt me dus leuk om het echt kamer voor kamer te gaan doen. Wat dan wel een beetje gek is, want we gaan dus vandaag beginnen met een kamer van maar één tegel. Dus het wordt niet een video van een uur. Ja, we zien wel hoe ver we komen. Even het grid aan, want we kunnen zien hoe piep klein het is. We gaan een muurtje plaatsen. Zo. Dit is waar we het mee moeten doen vandaag, mensen. Eén hele tegel. Nou heb ik wel een idee. Ja, wat kan je nou doen met één tegel? Omdat je kan er vrij weinig mee doen. Omdat heel veel spullen... Ja, je hebt wel spullen die uit één tegel bestaan. Maar ga je dan een kamer doen waar je alleen iets neerzet voor decoratie? Of ga je er een douche van maken? Maar ja, dan moet een sim ook nog de douche in kunnen komen. Dus toen kwam ik op het idee om er dus een kast van te maken. Dus we gaan er zo'n opening in zetten. Misschien deze. Maar hebben we er eentje die dat helemaal tot aan bovenin komt? Nee, tuurlijk niet. Ik wil eentje die tot helemaal erbovenin komt. Daar gaat mijn mooie idee. Of een glazen deur. Misschien wel een glazen... Kijk, dit is een glazen deur. Kijk, die komt wel tot hoog. Maar ja, ik had een idee voor een kast voor kinderen. Kinderspeelgoed. Omdat dan, als we dan eenmaal bij de kamer komen waarbij we een kinderkamer gaan maken, dat je dus dan mooi die plankjes hebt en zo. En dan leek het me mij mooier om dus gewoon zoiets neer te zetten. Maar dit komt dus niet tot het hoogst. Dat vind ik wel echt balen. Als ik even voor de lol hem een keertje hoger maak. Ik bouw niet heel vaak met hogere muren. Oh, die zijn allemaal twee breed. Nee, dat kan ik al helemaal vergeten. Nee, terug naar één. Terug omlaag. Welke ga ik erop zetten? Nou ja, het is wel een kinderkamer. We gaan wel voor die. Of komt... Die komt even hoog. En er zit een raampje bij. Dus dan heb je wel meer zicht. Dat vind ik dan wel mooier. Die. Ja, ik weet ook niet echt per se welke stijl ik de kamer wil gaan geven. Of de kamer, het hele huis wil gaan geven. Ja, we kunnen natuurlijk gewoon voor standaard wit gaan. We hebben nog bruin. Zwart met dingetjes. Allemaal printjes. Geen leuke kleurtjes, hè. Kinderlijke, vrolijke kleurtjes. Nee, dan gaan we gewoon voor wit. Wit is altijd goed. Ja, de vloer... Moet ik nu ook meteen bepalen. Ik heb nog geen idee hoe die hele kinderkamer eruit gaat komen te zien straks. Maar laten we dit keer dan voor tapijt gaan. Ik ga altijd voor laminaat. Laten we voor die kinderkamer dan voor tapijt gaan. Deze. Ja, ik moet even zien hoe het er op een groter... Ja, dit zou op zich wel kunnen. Dit vind ik dan wel een van de mooiere. We doen het gewoon die. Ik maak nu keuzes waar ik misschien later spijt van ga krijgen. Een behang. Ja, dat maakt hier op zich niet uit. Hè. We kunnen ook gewoon iets heel stoers doen of zo. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik doe aan de binnenkant steen of baksteen. Oh. Voor tienerkamer zou dit wel heel tof zijn. Oh, die kan natuurlijk ook. Misschien is het wel een kast voor een tienerkamer. Oké, nou, nu de inrichting. Dit is zo'n gekke challenge. Ja, wat hebben we nodig in deze kamer? Plankjes. Dat is het. En we hebben natuurlijk allerlei soorten plankjes. We hebben ook heel veel plankjes die groter zijn. Ik kan voor dit soort plankjes gaan. Die steken aan de buitenkant uit. Ik kan ook gewoon voor hele simpele... Oh, ze steken hier ook aan de buitenkant uit. Of lijkt het maar zo? Als ik even de muur omhoog doe? Oh nee, het lijkt maar zo. Nou, dat is toch een prima kast zo? Ik vind het eigenlijk wel een interessante idee om het dan niet voor een kind te doen, maar voor een tiener. Nou, dan gaan we gewoon naar decoratie. Wat zouden we erop zetten? We hebben ook verlichting nodig trouwens. Aangezien we dan nu van het idee kind afstappen en we gaan naar tiener, dan wil ik die ene lamp uit deze. Ik vind die zo leuk. Ik vind dit nou echt zo'n kastlamp. Simpel peertje. Hoppatee. Dan decoratie. Laten we eerst beginnen bij rommel. Wat zou een kind, of nee, een tiener, dus in zo'n kast hebben staan? Ik wil niet dat dit een kledingkast wordt. Ik wil niet dat dit zo'n kast wordt in een tienerkamer waar ze dus allerlei spulletjes hebben staan. Boeken. Top. Dat is een optie. We gaan gewoon alles eerst hier neerzetten en dan gaan we het daarna mooi indelen in de kast waar we alles kunnen neerzetten. Nog meer boeken. Ja, een tiener die zit natuurlijk op school, dus die moet allerlei boeken lezen. Gaat misschien al richting het voorbereiden op de studie. Dus dan vind ik boeken eigenlijk wel een hele goede optie. Hoe groot is die? Dit is een kat. Nee, dit is een kat. Dit is een hond. Laten we dit keer een hond doen. Ik doe eigenlijk altijd katten, want ik ben zelf natuurlijk een kattenmens. Maar laten we deze tiener fan zijn van honden. En dit is eigenlijk bedoeld als theeblikken. Die print is zo algemeen. Dit kan van alles zijn. Hij wil niet verder de kamer in. De plank zegt nee. Hij mag... Serieus, mag het niet?
Nou, oké, dan niet hoor. Doei. Dan hoef ik je niet. Ik weet ook nog niet of het voor een jongen of een meisje is trouwens. Dus ik wil het eigenlijk een beetje algemeen houden. Niet al te veel tijdschriften. Hebben we ook. Kijk. Dit zou voor zowel jongen als meisje kunnen zijn. Komt die trouwens ook nog in andere kleuren? Die mooie, mooie vrolijke kleurtjes. En een camera. Ja, we zetten een camera neer. Nog meer boeken. Wordt zo'n slim kind dit. Ik vind die echt leuk omdat er ook nog papiertjes op liggen. En we hebben best wel wat plankjes te vullen. Al twijfel ik. Ik denk dat ik die bovenste weghaal. Want daar ga je toch niet echt makkelijk bij kunnen. Nee. Rugzak. Uiteraard. Een blauwe. Zo. Ook weer mijn boeken erin. Moest gewoon zo zijn. En een teamfoto. Ja, vind ik ook leuk. Kan een klassenfoto zijn. Kan een sportteamfoto zijn. Kan een of andere club zijn. Of gewoon een vriendengroepje zijn. Oké, nou, ik heb eigenlijk alles nu bij rommel. Hebben we hier nu tevoorschijn gehaald. Dan wil ik ook nog even kijken bij diverse. Want soms zit daar ook nog wel eens iets in. Waarvan je denkt dat dat een leuke optie kan zijn om toe te voegen. Een basketbal. Ja. We maken er een sportief iemand van. Als die eronder. Oeh, die past net niet. Als ik hem kleiner maak? Ja, oké. Die komt erbij. Straks eentje kleiner. Wel handig. Een extra kussen of laken. Terwijl moeder zegt dan... Ja, wil je het alsjeblieft gewoon netjes erin doen? En die tiener denkt... Hop. Hop. Gewoon in die mand gooien. Vind ik prima. Dit is ook leuk. Zo'n poppetje erbij. Want we hebben allerlei leuke printjes. Deze met verf vind ik ook altijd leuk. Bob pancakes. Een vriezerbunny. Oeh, de koelplant. We gaan voor de koelplant. Ja. Nou, ik ben ook bij het einde van de categorie diverse. Maar ik bedacht me nog dat bij elektronica ik het ook wel een leuk idee vind om nog een tablet erbij te leggen. Het is een tiener, hè? Die hebben vaak wel zo'n ding. Wit, voor een keertje. Niet altijd maar de standaard zwarte. Ik zie nog camera's, maar we hebben natuurlijk al zo'n camera. Ik weet niet of ik per se een tweede erbij wil nemen. En voor de rest, die drone is te groot. Deze zal ook wel te groot zijn. Past niet op de planken, nee. Nee, dan denk ik dat we al aardig wat spulletjes hebben. We hebben 1, 2, 3, 4 plankjes. We hebben al deze spulletjes, dus dat gaat vast wel lukken. Deze ga ik toch heel even wegdoen. En ik ga even deze muur wegdoen, want we kunnen alles goed zien. Want ten eerste gaat deze natuurlijk verkleind hieronder in de hoek. Zo. En de rugzak moet er natuurlijk bij. Die kan hier zo mooi naast. Oké, de vloer is klaar. We gaan het plank voor plank doen. Ja, die hoogte. Die hoogte. En die hoogte. Zo, dan beginnen we met de bovenste plank. En op de bovenste plank wil ik dan dus de tablet hebben en de camera. En is er nog iets wat we daarbij zouden kunnen leggen? Misschien deze boekjes. Dan hebben we wel wat leuke dingetjes zo. Dan gaan we het vervolgens op de juiste plek hierboven neerleggen. Dat het een beetje mooi verspreid is en niet door de muur heen komt of zo. Kijk, want zo komt hij door de muur heen. Maar zo staat hij volgens mij ja, aardig goed. Hij mag nog een beetje meer zo. En dan kan de tablet mooi een beetje hier. Een beetje schuin. Klopt dat met de plank? Nou, helemaal top. Die hangt goed. Oké, die rij is klaar. Dan gaan we naar de middelste plank. En op de middelste plank, daar wil ik dus die teamfoto hebben. Misschien is het leuk om daar dit neer te zetten, want dit kan van alles zijn. En dat vind ik ook wel passen bij die teamfoto. Wat gaan we daarnaast nog neerzetten? Boeken? Ja, die moet misschien... Nou ja, die wil ik niet verkleinen. Maar ik vind boeken op zich wel een goede optie. Ja, dit kan wel. Oké. Daar gaan we. Deze komt mooi hier in de hoek. Zo. Dan de teamfoto uiteraard in het midden. Een beetje schuin is ook wel leuk. En daarnaast de boeken. Oh, ik denk dat ik het iets meer moet indelen. Want die foto en die boeken gaan nu dwars door elkaar komen. Maar deze boeken mogen wel mooi zo tegen de muur aan. Dan mag deze dus iets meer... Of ik draai het om. Ik zet de teamfoto niet in het midden. Ik zet de teamfoto hier in deze hoek. Draai. Ja. En dan zet ik deze dus deels tegen de boeken aan. Dat het ook logisch is dat die boeken zo rechtop blijven staan. En nou, topplank. Oké, die mag naar die kant. Jij bent geslaagd. De derde plank. Wat gaan we daarop zetten? Ik denk dat het leuk is om die en die dan zo samen te doen. En die bal kunnen we ook nog hiervoor op de grond neerzetten. Hij komt niet tegen de handdoek aan zo. Top. Ja, oké. Deze moet sowieso verkleind worden. Tijdschriften moet verkleind worden. Die... Oh, die kan eruit zichzelf op. Oké. Nou, dan doen we de kat. De hond bedoel ik. Oh, die moet ook verkleind worden. Zo. De hond en de boeken op de derde plank. Kom maar, hondje. Oef. En de boeken er een beetje naast. Ik vind het ook wel leuk dat die planken niet propvol liggen. Ja, deze ligt dan wel propvol. Hier, ja, de tablet zou je nog
eventueel op de boeken kunnen leggen. Dan is hij niet zo propvol. Maar hier ligt nog ruimte. Dan zou er eventueel nog, als je erin zou spelen, er nog iets tussen kunnen plaatsen. Dus dat vind ik wel top. Oeh, die hond die moet even een stuk naar achter. Dat klopt niet. Zweven hond. Ik vind het echt meer... Ja, die oren. Het lijkt soms net een kat. Oh, de post-its van het boek liggen ook niet goed. Dus het boek moet ook even wat meer naar achter. En ook een beetje draaien. Zou die nu wel goed liggen? Ja, op het randje, maar dat kan. Dit kan. Oké, derde plank geslaagd. Laatste plank. Daar hebben we dus de koeplant. Die gaat er dus niet uit zichzelf op. Die moeten we er dan weer opzetten. En de tijdschriften verkleind. Zo. En dan vind ik het misschien wel leuk om het dan hier andersom te doen. Dus hier dan het leesgedeelte aan de linkerkant. En het beeldje aan de rechterkant. Zoiets. En als we dan nu de planken neerzetten. Ja, dit klopt wel. Tijdschriften hangen een beetje over het randje. Maar wel geloofwaardig dat dit gewoon op de plank kan blijven staan. Dus ik vind hem top. Die erbij, die erbij, die erbij. Nou, kijk eens. We hebben gewoon een kast, jongens. De kast is klaar. Gaan we dus weer die muur erin zetten. Gaan we het dichtmaken. En dan gaan we die opening erin zetten. Hoppatee. Oh, niet die opening. Onze eentegelkamer is klaar. Ik heb er dus een kast van gemaakt voor een tienerkamer. Heb jij dus ook deze challenge gedaan? Laat weten wat jij met je eentegelkamer hebt gedaan. En wat moet ik gaan doen met de tweetegelkamer? Ik wil dus geen wc doen. Ik heb minstens 3 tegels nodig voor een wc. Want ik wil dan ook gewoon een wasbak erin. Het liefst zelfs 4 tegels voor een wc. Dus ja, 2 tegels. Wat gaan we doen met de tweetegelkamer? Als jij een ideetje hebt, laat het ook achter in de reacties. En abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Doeg!